Nou, ik vond het een goed en ook heel intensief gesprek. Je bent het ook met een grote groep, met twee ministers, met meneer Remkes, met al die organisaties. En wat maakte het een goed gesprek? Nou, wij hebben direct bij het begin heel duidelijk gezegd, de doelen afzwakken of uitstellen, dat is gewoon niet aan de orde. De ministers zijn het ook al, de natuur kan niet wachten. Dat is letterlijk wat ik ook gezegd heb vandaag. En wij zien, kijk, dat stikstofprobleem bestaat al tientallen jaren. En in heel veel natuurgebieden, daar staat die natuur, die staat echt op omvallen. Dus het moet vanuit de natuur geredeneerd eerder versnellen dan vertragen. Ja. En wat is er dan besproken? Kijk, dit is jullie standpunt. Wat vindt het kabinet? Wat was hun boodschap? Nou, ik had heel duidelijk de indruk dat dat herkend werd. Dus dat, zaten jullie op één lijn? Kunt u dat zeggen? Nou, er zat in elk geval geen... Op het punt van de doelen had ik niet de indruk dat de twee ministers die daar aanwezig waren zeiden van, nou, daar denken wij anders over. Jette en Van der Wal. Jette en Van der Wal, precies. Dus er is eigenlijk niet aan u gevraagd om concessies te doen? Op dat punt niet. Nee, we hebben...